Globalisering is iets wat je eigenlijk alleen maar associeert met het heden. Maar je kunt het ook bestuderen voor het verleden, voor de oudheid. In ieder geval aspecten van globalisering. Bijvoorbeeld het feit dat een gebied veel meer verbonden raakt met andere gebieden. En wat er gebeurt in de eerste eeuw voor Christus in de stad die ik onderzoek, Samosata in Zuid-Turkije, is dat er heel veel verschillende objecten en materialen van overal over de hele wereld, die komen eigenlijk terecht in die stad. En mijn vraag is, wat heeft dat voor impact op mensen, op het dagelijks leven van mensen? Ja, dat ga ik inderdaad. Elke zomer ga ik echt wel voor een paar maanden ga ik naar Turkije om daar te werken op een opgraving van de Universiteit van Münster. En tegelijkertijd doe ik ook heel veel onderzoek in een depot van het museum van Adıyaman, een klein museum daar. En daar onderzoek ik het materiaal dat is opgegraven in de jaren 80. Want de site die ik bestudeer, Samosata, die is helemaal overspoeld geraakt door de Eufraat, waar een stuwdam in is geplaatst. Dus daar kunnen we helemaal niet meer naartoe. Maar bij die opgravingen in Turkije zelf, in Doliga, waar ik dan opgraaf, daar moet ik natuurlijk ook heel erg veel met de Turken zelf praten. Je bent daar ook te gast natuurlijk, als onderzoeker. Dus het is ook belangrijk dat je een beetje Turks praat. En dat gaat inmiddels wel aardig. Maar het is heel moeilijk. Het geeft je een enorme vrijheid om in 4 jaar een boek te schrijven en daar zelf gewoon alle kennis voor te verzamelen. Dus je moet data verzamelen, je moet heel veel lezen. Maar je kunt dat in 4 jaar doen en je hebt heel veel vrijheid daarin om jezelf te ontwikkelen. En dat is een enorme kans en ook een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, het slokt heel veel tijd op. Je bent er heel vaak weer gewoon tot diep in de avond ben je ermee bezig. Zeker als je deadlines hebt of als je een presentatie hebt, dan moet er heel veel wijken om inderdaad al je werk gereed te krijgen. En het is ook omdat je er soms zo ontzettend mee bezig bent in je hoofd, dan kun je het bijna niet meer loslaten. Maar tegelijkertijd vind ik het wel heel belangrijk om ook andere dingen ernaast te blijven doen. Om je vrienden te zien en je relatie te onderhouden en gewoon ook leuke dingen te doen. Ik maak ook heel veel muziek, dus ik speel in een bluegrass band en daar speel ik banjo in. Dat probeer ik wel te blijven doen. Dat vind ik heel belangrijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik denk dat archeologie sowieso heel spannend is. Want je verzamelt je doet echt nieuwe ontdekkingen heel vaak. Ook al is het misschien in een depot van een museum of in een daadwerkelijke opgraving. Maar daarbij is het ook heel erg belangrijk, denk ik. Ik denk dat je het verleden echt als een soort van laboratorium kunt zien om vragen te stellen over hedendaagse fenomenen aan de oudheid. Bijvoorbeeld globalisering of de impact van technologie op het dagelijks leven van mensen. Wij hebben een enorme blik op een enorme periode van tijd. En wij kunnen dus heel veel vragen stellen over hoe mensen eigenlijk zijn omgegaan met uitdagingen die misschien wel een beetje lijken op uitdagingen waar we nu mee kampen of mee te maken hebben. Faces of Science.